Hallo, ik ben Wieger en jij kijkt naar de allereerste aflevering van het Relax Examenjournaal. Dit journaal gaat jou de nodige afleiding en ontspanning bieden in deze zware examenperiode. Vol stress, slaaptekort en misschien wel een Red Bull vergiftiging. En naast mij zitten vandaag... De officers Bekto en Willy. En met hen ga ik zo meteen praten over hun persoonlijke ervaring met het eindexamen. Maar eerst gaan we door naar Gwen op het First Lyceum in Leidschendam. Ik sta hier op het First College in Leidschendam en dat ligt in de buurt van Den Haag. En op het moment is het hier nog een beetje een saaie bedoeling, maar daar gaan wij verandering in brengen. Hallo, minasan. Hazelnut Chocolate Show no hajimari desu. Kono albumu wa Hazelnut... Moet je echt weg, alleen ik vind het wel saai. Heb je daarom bijvoorbeeld amuletten of zo om je extra geluk te brengen? Misschien een gelukskapsel? Nee. Geen gelukskapsel? Nee. Jammer nou, ik dacht misschien is het een gelukskapsel, maar het is dus niet zo. Ben je nu non-stop allemaal oppeppende drugs thuis en zit je in de boeken en kan je niet meer wachten totdat het eindelijk begint omdat je er zo ontzettend veel zin in hebt? Ik denk ik zie het allemaal wel. Ik bedoel, ja, ik sta er niet slecht voor, dus ja, waarom zou ik me druk maken? Waar kijk je nou echt op terug waarvan je denkt van, nou, dat maakt dat ik hier gewoon weg kan gaan? Ik heb niet echt slechte cijfers gehaald, dus ja. Ik sta er goed voor, dus ik heb er best wel veel vertrouwen in. Okay, hou je van prei? Prei? Ja, prei. Nee. Waarom niet? Nee, dat vind ik niet lekker. Oh, prei is heel belangrijk. Ik hou heel erg van prei en ik ga zo meteen ook naar Nintendo Wii Battle, want het schijnt daar echt fantastisch leuk te zijn. Willy, hoe denk jij terug aan je eindexamenperiode? Nou, ik moet zeggen dat ik het na maandenlang leren en... veel gedoe toch heb gehad. Nee, grapje, ik heb helemaal geen examen gedaan. Nee, je hebt het niet gehaald? Nee. Nou, niet gehaald, niet gedaan ook. En jij, heb jij het wel gehaald? Ik heb het wel gehaald. En, goede cijfers? Ja, ik ben echt een stuutje. Nou, ik ging wel als slechtste van twee klassen ging ik mijn examen in. Maar ik heb het uiteindelijk wel gehaald. Oké dan, maar eerst gaan we terug naar het First Lyceum in Leidschendam om te kijken of de mensen daar nog wat hebben op te biechten. Nou, er wordt bij over iedereen wel gehoord, dus ja, ik ga geen naam noemen, maar ik weet wel een paar, ja. Maakt genoeg dingen mee hier. Eigenlijk vindt niemand elkaar hier aardig. Over het uiterlijk of gedrag van iemand. Dat het wel leuk was met vriendinnen en zo. Iedereen doet net alsof. Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik nog niet. Nou, ik heb het wel een beetje gehad in deze school na 4 jaar. Iedereen spant samen hier. Je staat hier in school en er staat 5 meter verder staan ze over je te lullen eigenlijk en dan denk je dat ze dat helemaal niet doen. Ik heb wel een leuke tijd gehad hier op school, maar ik ben blij als ik weer weg ben. Nou, zou wel een stelletje poesjes daar in Leidschendam, hè? Ja, ik vind het ook wel een beetje slappe hap daar. Maar was het bij jullie anders? We hadden een school zat naast het bos, dus iedereen ging altijd het bos in. En je wist ook altijd standaard, de jongens die het bos in gingen, die gingen altijd blauw, weet je wel. En dan had je altijd een paar gothics en die gingen dan... gingen wel heksen shit doen en zo. Nou, dat mag ook best cool, maar dat waren dan die andere groepen, weet je wel. Daar gingen wij niet mee. Ja. Ik ben ook wel eens in het bos geweest. Ja. Nog meer, behalve drugs, wat was er nog voor... Dat hebben we sowieso gewoon een mogol, weet je wel. Veel kloot in de les en zo. Ik was gewoon altijd gewoon... ik was gewoon echt gewoon een gewoon brok anti-energie. Ik zat gewoon altijd zo achter in de klas, voor een zak aan gewoon. Genoeg van de avontuurlijke verhalen van de opposites. Het wordt tijd voor wat Wii-actie. Komt ie aan! Hey, opposites is hier, daar. Overal handjes in de lucht als een overvak. Ja, dit is geen modeval. Doe niet zo tuttig, we houden er niet rustig. Rappers moeten naar mijn beeld en je bent niet van de buttplus. Zijn jullie bij het team van de jongens en ga even kijken wat de stand van zaken bij hun is? En hoe voelen jullie? Zijn jullie aan het winnen? Nee, helemaal niet. Zijn jullie wel van plan om te gaan winnen? Ja, uiteraard. Zijn jullie ervan bewust dat dit het beslissende potje is? Ja, dat weet ik. We staan er weg. Ik was
was zo echt voor het andere team. Dit was het Relax Samenjournaal weer vandaag. Bedankt, de opposite. Ja. En morgen is er weer een nieuw journaal. En tot die tijd, braaf leren.